Wim dan wel. Over Kim maar. En nou, we wouden net de zaal gaan bekijken. Laten we dat gelijk maar even doen. Ik wil van jou weten aan welke kant de vleugel moet staan. Ik ben er niet meer geweest sinds de verbouwing. Nou, dus gaan we even kijken aan welke kant de vleugel moet staan. Ja? Muziek is voor mij iets wat niet ironisch bedoeld is. Muziek is geen ironie. Ik vind het ook soms een beetje flauw om alleen maar dingen op de hak te nemen, muzikaal gezien. Ik denk dat je dat anders moet doen, maar niet door middel van muziek. Het gebeurt wel veel in Nederland. Ja, nou, ik hou daar niet van. Dus voor mij is het zo'n serieuze bezigheid. Ik wil er nooit staan te flauwekullen. Daar heb ik echt geen zin in. Nou, nee, dat is Wil jij de piano hier of aan de andere kant? Nou, we hebben twee keer een piano nodig. Ja? Met het orkest en met het quintet. Ja. En het lijkt mij... Quintet is het eerste of is het middels? Paus is het begin. Is het begin? Dan is het quintet. Ja. En dan sluiten we af met het leerorkest. Ja. Als je begint te spelen, je kunt gewoon, je hoort meteen of echt, hè, een beetje lullig woord, of iemand echt staat te trutten of niet. En dat bedoel ik echt, je moet gewoon spelen. Als je speelt, dan speel je gewoon. Nou, en dat is wat er wel eens aan schort bij dit soort mensen die de nodige praktijkervaring missen om zo'n verhaal te vertellen van pats, nou moet het gebeuren. Nou, en dan denk ik, mijn manier van werken is om dat er echt uit te trekken. En doe ik niet alleen op de uitvoering, maar dat doen we vooral op de repetities. En dat blijkt te werken. Mensen worden uit hun schulp getrokken. Want ik probeer ze ook wijs te maken van die tijd, als je dan een solo krijgt, dan moet je het doen. Een minuut later is het afgelopen. Nou, dus dat is jouw tijd. En in die tijd moet je jouw verhaal vertellen. Als je het niet doet, sta je voor lul. De saxofonist om niet te dicht in de microfoon te blijven. Want dan gaat het al zo lelijk klinken. Voor mij is muziek echt het mooiste wat er is. Als je daar je eigen kwijt kan, dan denk ik... Maar een verhaal, hè? Vertel je ook een verhaal als je solo speelt? Ja, dat is wel de bedoeling. Dat zou voor iedereen moeten gelden. Je begint net alsof je een boek staat te lezen. Zitten lezen of weet ik veel, licht te lezen. Je begint iets, ik noem maar op, er was eens. Nou, en het houdt op. En daartussen, als het goed zou moeten zijn, moet er zo'n lijn gebeuren. Een climax, een anticlimax. Of het kan op een climax eindigen. Dus het is een verhaal. Nou, dat is hetzelfde met muziek. Dat hoor je gewoon, als iemand weinig te vertellen heeft. En dat bedoel ik met vertellen. Dan valt hij door de mand, denk ik. Je moet echt duidelijk met een verhaal van dit is het begin en dat is het eind van mijn solo. En verder, bekijk het maar. Iedereen moet maar uitzoeken wat ze ermee doen. Maar ik heb mijn verhaal verteld.
boven normaal over. Dat is je hoogste toon? Ja, dat was klinkend as voor mij, een F. Dus dat is een octaaf boven de normaal, of boven de gewone F, de hoogste F, F3 die erop zit. Hoog? Maar ik maak daar niet zoveel gebruik meer van. Vroeger veel gedaan. Je hebt wel een relatie, hè, met zo'n saxofoon? Ja, ja. Geliefde? Zeker. Is ze wel eens ziek? Nou, dan ben ik ziek als... Maar daar heb ik weinig last van. Of ben je er wel eens ziek van? Ja, soms dan is het even genoeg. Maar dat is hooguit maar een paar uurtjes. Ik kan het gewoon niet laten. Ik heb vroeger 6 tot 8 uur gestudeerd dagelijks toen ik voor mijn klassieke opleiding zat. Ja, en nu barst ik echt van de workshops en repetities en spelen. Dus ja, je kunt eigenlijk zeggen de hele dag. Dus een beetje met tussenposes van een paar uur of ik ga boodschappen doen of... Maar ik ben er wel echt altijd mee bezig. Ik vind het heel belangrijk voor een instrumentalist dat die te horen is. En dan bedoel ik niet de hardheid van het geluid, maar het intensieve van het geluid. Van, je hoort direct of iemand kwaliteit heeft of niet. Al speelt je maar 1 noot, dan kun je meteen horen. En vaak is het zo, als we staan te spelen en... krijgt het publiek tot rust, ja, dan is het voor mij pas oké. Okay, je dwingt in de zekere zin wel het publiek tot luisteren. Maar dat heeft natuurlijk hiermee te maken. Is dat wat flauwekul of het is niet genoeg, het maakt niet genoeg indruk op de mensen. Dan luisteren ze ook niet, gaan ze ouwehoeren. Als je echt zinnen maakt en je hebt een power, je hebt een intentie waarmee je iets vertelt. Ja, dan dwing je op de een of andere manier om de mensen tot luisteren. En ik denk dat dan... dik van elkaar is, als je dat weet te bereiken.